Welkom bij een nieuwe vlog. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat er nog een vlog zou komen. Want ik was ervan overtuigd dat ik zeg maar 2 weken eerder zou bevallen dan de uitgerekende datum. Maar ze zit er nog steeds in, jongens. Ja, je ziet het. Niks veranderd, behalve dat mijn buik nog iets groter is geworden. En ik ben nu 38 weken en een paar dagen. Dus al bijna weer 39 weken. Dus ja, nu denk ik echt van, waarschijnlijk blijft ze gewoon zitten tot 42 weken. Want mijn gevoel zat er zo naast. Maar goed, ja, we gaan door met het leven. En het voelt wel echt letterlijk alsof ik gewoon zit te wachten. Ik heb natuurlijk vorige keer al verteld dat ik heel veel dingen voor werk heb afgesloten. Ik doe nog wel wat dingen voor DIEP'R. Maar ja ik heb eigenlijk heel weinig te doen. Behalve met de jongens zijn. Ik heb alles al besteld, noem maar op. Dus ik zit letterlijk gewoon een beetje het huishouden te doen. Een beetje te kijken in hier in de lades of alles op orde is. Die lade die viel er dus bijna uit, die la. Dus Wout die gaat nu even proberen een soort constructie te maken. Dat als de jongens die bijvoorbeeld open doen, of wij zelf, dat die niet op je tenen valt. Er is nu al 1 blokje, zeg maar. Maar hij moet er nog wat aan doen. Vandaar dat die lade eruit is. Dus ja, we gaan zo even lekker pannenkoeken bakken met de jongens. En dan gaan we even langs het nieuwe huis. Even kijken of daar nog wat updates zijn. Ik ga jullie gewoon deze week weer lekker meenemen in mijn leven. En ik hoop dat ik deze vlog die ik dus nu opneem nog kan posten. En anders, ja, dan is dit voor de katse kut. Heel goed. Hij moet helemaal glad roeren. Luca mag zo ook even roeren. Heel goed. Laat je Luca ook even roeren. There we go. Zo. Perfect. 2. Wauw, jongens. Nog meer. Zo, dat is perfect. Kijk, moeten we even wachten. We hebben allemaal fruit op tafel gelegd. En dan mogen ze zelf hun pannenkoek lekker beleggen met fruit, dadelsiroop. Dit is dus echt top, want dit is dus pure dadelsiroop. Zonder suikers of shizzle erin, volgens mij. Ja, 100% dadels. Het is heel zoet. Ja, lekker gezond. Maar ja, er zit wel een berg poedersuiker op, dus in hoeverre het gezond is. En daar hebben we meneer de pannenkoekenbakker. Ja, dan denk je dat een pannenkoekenbakker heel makkelijk is, maar is niet zo. Is gewoon niet zo. Nee. Een pannenkoekenbakker is een kunst. Nee, je moet heel alert blijven. Dat is de kunst. En heel dun. En heel dun, ja. Van dun. Ik ga nu cadeautjes inpakken, want mama had wel een goede tip. Die zei... Toen Vita vroeger werd geboren, toen was ik 4,5. En toen hadden we tegen jou gezegd dat de baby, Vita, een cadeautje voor jou had meegenomen. En dat schijnt dan weer goed te zijn voor de acceptatie dat er iemand bij komt. Omkoping. Omkoping. Dus ik heb cadeautjes gekocht voor Wolf en Luca. Piratenpakken. Waar ze helemaal blij mee gaan zijn. Namelijk deze vlag. En hier zo'n verkleedsetje. Helemaal leuk. Dus die ga ik even inpakken. Want dit ga ik natuurlijk niet doen als ik net ben bevallen. Dan heb ik wel andere dingen aan mijn hoofd. Dus nu ben ik nog op tijd. Tada! Ze zijn ingepakt. Helemaal vrolijk. Dit zijn de vlaggen. En dit zijn de pakken. Nu moet ik het even verstoppen. Wij gaan zo meteen naar het nieuwe huis. Maar eerst gaan jullie even terug in de tijd. Want dat heeft Wout opgenomen toen we alle producten binnenkregen voor de badkamer, voor sanitairwinkel. Die gaat hij even laten zien. En het is ook wel heel leuk. Hij laat de badkamer zien hoe het before is. En dan zien jullie dus zo meteen, als ik dus nu naar het huis ga met Wout en de boys, hoe de badkamer nu al is. Nog niet af, maar zo'n verschil. En onder mijn video in de beschrijving, daar staan alle linkjes van de producten van de badkamer. Zoals de tegels en de kranen, noem maar op. Die kan je gewoon in de beschrijving terugvinden, want daar kreeg ik ook veel DM's over. Echt heel leuk om dat verschil te zien van de badkamer. Ga maar kijken. Dit is ook zo leuk. Er worden dus allemaal dingen geleverd. Dit is van sanitairwinkel. En dit zijn altijd van die mooie momenten. Het uitpakken. Kijken wat erin zit. De nieuwe. Wat zijn het? Volgens mij de wastafelkranen. Kijk nou. Het leuke is, we hebben dus gekozen voor kranen die nu dus heel mooi goud zijn. Messing. Maar die worden dus, als je er met je vingers aan gaat zitten en als ze nat worden, worden ze helemaal zo verweerd. Zo vet. Er zit dus geen coating overheen. Normaal zit er een PVD coating overheen. Nu dus niet. En die worden dus helemaal zo tof oud verweerd met vlekken erop. En dat is nou precies wat wij wilden. Dus hier word ik weer heel blij van. Top, echt leuk. Even kijken wat er nog meer in zit. Oké, hier heeft sanitairwinkel dus al onze spullen geleverd. Die staan nu op de eerste verdieping. Heeft de aannemer allemaal neergezet. En dat is zo leuk om dus naar te kijken. Kranen, wat ik net uitpakte. En dus ook tegeltjes kun je al een beetje bekijken. Deze komen in de douche. Geweldig. En dan komen er hele mooie tegels op de vloer. Waarschijnlijk heeft Edith al laten zien, maar voor de zekerheid. Dat zijn deze. Kijk hoor. Kijk, hier zie je een hoekje. Ik kon niet laten. Moest het even openmaken. Ah, dit is toch zo cool. Helemaal met van die nerven erin. En dat is toch keramisch. En het is ook anti-slip. Dus de kinderen glijden er niet op uit. En het is, ja, ik weet niet wat ik zie. Ik vind het zo mooi. Echt gek. En dan hebben we nog een heel leuk tegeltje voor op de muur. Kijk of ik ergens die open kan maken. En nog een keertje uitkomen. Vissen. Deze komt op de muur. Ik wil het wel. Kom op. Yes, daar komt hij. Dit komt op de muur. Kijk nou. Glimmend. Allemaal verschillend. En dan in een soort van, ja, gaaf, hoe noem je dat, verband. Maar het allermooiste snoepje, dat zie ik dus net, toevallig, dat die al binnen is. Ik dacht dat die er nog niet was. Is de wasbak. De wastafel. Hou je vast. Dit is Italiaans marmer. Daar gaat hij. Dit is het pronkstuk van onze badkamer. Kijk even. Dit is dus marmer. In een soort zandkleur. Nou, ik vind dat hij het oprecht op beeld maakt. Hij een soort grijs. Misschien als ik zo doe met het karton erbij. Het is zo'n mooie warme kleur. Het lijkt misschien niet warm, maar het is extreem warm. Het is zo prachtig. En hij is zo groot ook. Hij is dus dubbel. Een dubbele wastafel. Met, dat is het allergaafste, de stenen afvoerput. Die komt dus hierin. Daar is de afvoer. Dat gat. En daarin komt gewoon een steen in dezelfde kleur. Je ziet eigenlijk helemaal niet dat er een afvoer is. Er komt een klein randje. That's it. 2 gouden kranen erop. Hoho. Nou, als dit af is, dames en heren. Dit gaat zo vet worden. Dat is echt niet normaal. Echt, ik denk dat je niet weet wat je ziet. Holy shit. Kom even. Pap. Nu nog zo. En straks gewoon met prachtige tegels. Een bad. En dus hier. Die marmeren wasbak die je net zag. Met daarboven een hele grote ronde spiegel. Met geel ledlicht. Die heb ik ook nog niet laten zien. Die staat hier. Maar stel je dat even voor, jongens. Dat is toch wel. Kijk, dat is die spiegel. Hier. Koekoek. Ja, daar is die, daar is die. Ja, ja, ja. Wat een unit ook. Groot, het is niet normaal. Kleine badkamer met hele grote gebaren. Ik ben altijd van mening, als je grote dingen neerzet, dan oogt het ruimer. Dan oogt het hoger, ruimer, groter. Daarmee laat je zien, zie je, dat past eigenlijk wel. Terwijl de badkamer is helemaal niet zo heel groot. Die is 3 bij 2,5. Hij is echt serieus niet heel groot. Gewoon een prima normale badkamer, maar geen balzaal. Maar door dus iets grote dingen neer te zetten, laat je eigenlijk zien, er is wel ruimte. Terwijl het er helemaal niet is. Optisch bedrog. I love it. Ik sta nu in de badkamer en de tegeltjes, de wandtegeltjes zijn gewoon, nou ja, letterlijk binnen een dag helemaal nu al, hoe noem je dat? Gelegd? Ja, gelegd. En het is zo mooi. Echt, oh, ik ben hier blij mee. En dan zometeen in combinatie met de tegels op de vloer. En natuurlijk de douche en alle mooie kranen die er nog bij komen. De wastafel. Ja, dit is wel echt vet. Ik zal het even laten zien. Kijk, het bad is ook al geïnstalleerd. En je ziet het, de tegels die op de vloer komen, die hebben we ook tegen het bad aangedaan. Dat vind ik een super mooi effect. Die liggen ook volgens mij op de vloer, want er ligt nu een stukloper op. Omdat het ook natuurlijk meteen geschilderd gaat worden. Maar kijk, hier is dus ook weer die tegel die op de vloer komt. Die marmer look. En dan hier komt die mooie wastafel met een hele grote spiegel. Ah, dit gaat zo vet worden. En dan als ik me omdraai, ik sta nu op de gang, dan komt dus hier de douche. Met van die mooie messen en kranen. Daar de wc, een koofje. Ja, heel vet. Dit is de kamer van de baby. En zo leuk, hij is helemaal geschilderd. De deur is ook in een heerlijke lollipop roze kleur. En de kozijnen zijn dan weer zoals de rest van de hal. En de raamkozijnen, die zijn ook weer in die lollipop roze. Ik vond het helemaal leuk voor haar. Hier zie je een beetje zo het verschil. Ik sta nu in de slaapkamer en as we speak wordt er behangen door vesting. Wordt erg strak gedaan, moet ik zeggen. En het is altijd natuurlijk maar ja, kijken hoe het zoiets uitpakt. Want je kiest dat behang van letterlijk, nou ja, zo'n klein staaltje. Maar het klopt. Het is echt mooi in het geheel. Want die muren zijn masala chai. En de kozijnen zijn barista orange. En we hebben dus ervoor gekozen om het behang een beetje een soort bruine-achtige kleur te doen. Een natuurlijke kleur. Van dichtbij ziet het er dan zo uit. Het lijkt bijna een soort van textiel. Een soort stof. Heel mooi, heel rustig. Echt blij met deze keuze. Zo, wij zijn weer terug. En heel leuk om weer even al die veranderingen te zien. Ik ga even een wasje draaien. Oh, zo. Ik heb het koud. Ik ga even wat aantrekken zo. En dan ga ik zo lekker kokkerellen voor de jongens. Terwijl de jongens in de tuin spelen, de drie mannen, ben ik soep aan het maken voor ons allemaal. Met brood, gewoon lekker even simpel avondeten. Ik, ja, het zal dus niet, maar ik ben gewoon zo kapot. Dus we houden het simpel vandaag. Misschien doe ik er even nog een eitje bij bak. Oh, dat is een goeie. Ja, dat ga ik doen. We kunnen aan tafel. Wat is er? Mijn slof zit niet goed. Je slof zit niet goed? Nee. Oh. Goedemorgen, goedemorgen. Oh my god, moet je even kijken hoe geweldig. Deze deken, die heeft de moeder van Wout zelf gemaakt. 100% wol. Met een heel leuk patroontje. Kijk nou, wat snoevig. Ja, ik vind het echt niet normaal dat je dit kan. Kan ik echt, nou ja, van mijn langzaamse leven niet. Ook niet omdat ik het geduld ervoor heb. Maar ja, helemaal leuk dat dit straks haar dekentje wordt. Ah, zo geweldig. Ik leg hem nu even hier in het ladykantje. Waarvan iedereen dacht dat het een box was. Net als Wout, zag ik in de comments. Vet grappig. Vandaag ben ik alleen met Luca. Die zit nu heel veel iPad te kijken in mijn bed. Want Wout die gaat naar Leiden, naar een verjaardag. En die zei, zal ik anders gewoon Wolf meenemen? En dan heb jij Luca, of andersom, maakt natuurlijk niet uit wie. En toen dacht ik, ja, best wel een goed idee. Want één kind is geen kind in onze ogen. We zijn natuurlijk altijd gewoon al meteen twee kinderen gewend. Dus als wij dan heel af en toe iets apart met hun gaan doen, nou, dan lijkt het gewoon alsof je geen kind hebt. Gewoon zo rustig, makkelijk en ja, een wereld van verschil dat je er twee tegelijk hebt. Want dan is er altijd wel wat gaande, of wil een van de twee wat van je aandacht, of er is ruzie, of de een heeft honger. Dus ja, ik dacht, oh ja, goed idee. Dus ik ben vandaag lekker een dagje met Luca. En ik heb al bedacht dat we gewoon even lekker zo de deur uitgaan. Even frisse neus halen. Ik kan niet heel ver de deur uit, want dan moet ik alweer plassen. Maar gewoon een klein wandelingetje of even naar de speeltuin. Ja, dat gaan we doen. Kijk hoe leuk. Ik had natuurlijk die vis gekregen van mijn zusje. En toen was Noor hier laatst met een cadeau voor mijn verjaardag. En die heeft dus ook die vis gekocht. Maar eigenlijk best wel leuk dat ik er nu twee heb. Want ik ben natuurlijk vissen. En het teken van vissen zijn ook twee vissen. En Wolf en Luca zijn vissen. En de baby wordt misschien ook vissen. En heeft ze ook nog deze meegenomen. Vond ik ook helemaal leuk. Allemaal van Anna en Nina. Is toch helemaal cute? Dus daar ben ik helemaal blij mee. Gelijk een rommelbakje van gemaakt. Ik vind het zo leuk dat ik hier dan gewoon die 4 edities zie liggen. Zo gezellig. Dat ik denk, ja, we hebben er gewoon alweer 4. Het gaat zo hard. Niet normaal. En er komt sowieso ook een fantastische aan als ik ben bevallen. Een tijdje daarna. Gisteren hebben Wout en ik weer in bed... We doen heel vaak gewoon 1 kaartje voor het slapen gaan. Dat kan ik ook echt aanraden als je in een relatie zit. Nou, je kan natuurlijk een aantal achter elkaar spelen. Onder het genot van een wijntje tijdens het eten. Maar het is ook heel leuk om gewoon 's avonds 1 kaartje te trekken. Voordat we gingen slapen hadden we best wel lang hierover gehad. Namelijk de vraag, wat heb je van mij geleerd? Dat is ook wel echt een leuke om even over na te denken. En ook heel leuk om dat van de ander te horen. Dus nou, Wout zei dat hij van mij had geleerd om minder te pleasen. Wout is best wel een pleaser in al zijn relaties. Dus in zijn vriendschappen, familie, met mij, voorgaande relaties. En ja, daardoor heeft hij soms ook wel dan af en toe over zich heen laten lopen. En ja, ik ben wel iemand die... heel erg mijn grenzen bewaakt. Dat mensen dus niet over me heen lopen. En dat ik ook niet continu bezig ben met mensen naar hun zin te maken. En dat klinkt dan heel, zeg maar, negatief. Want ik hou ervan om mensen naar hun zin te maken. Weet je, als mensen hier komen om lekker te koken of te verzorgen. Maar meer dat je echt gewoon jezelf voorbij rent door continu... meer te geven aan de ander dan dat je eigenlijk terugkrijgt. Daar zit natuurlijk het gevaar in. En dat doe ik dus niet. Heb ik ook wel ergens moeten leren. Maar het zit ook niet heel erg in mijn natuur. Dus hij zei dat hij dat dan van mij had geleerd. Dat hij dan echt ziet hoe ik ja, er eigenlijk wel voor zorg dat ik heel dicht bij mezelf blijf staan, zei hij. En wat ik van hem heel erg heb geleerd is om echt me open te stellen. En alles durven te zeggen wat ik denk of wat ik voel. Dat niks te gek is en dat alles veilig is bij hem. En ja, ik vond dat in het verleden best wel lastig om gewoon helemaal, weet je wel, mijn hele gevoelswereld bloot te leggen. Maar Wout is er zo goed in en hij doet dat zelf ook altijd bij mij. Dat hij mij eigenlijk onbewust toch wel, nou en ook wel bewust, heeft geleerd om ja, me helemaal daaraan over te geven. En me echt kwetsbaar op te stellen en in te laten zien dat dat alleen maar super voordelig is voor onze relatie. En dat het alleen maar mooier wordt daardoor. Dus ja, dat heb ik wel echt afgelopen paar jaar van hem geleerd. Om... me echt kwetsbaar op te durven stellen. Dus daar hadden we een heel gesprek over. Echt een uur lang. En ja, dat is gewoon heerlijk. Dus mocht je ook een soort drempel voelen van... oh, weet je wel, wanneer moeten we dan dat hele spel gaan spelen van DIEP'R? En wanneer hebben we er tijd voor? Ja, je hoeft niet in één keer dat hele spel te spelen. Je kan ook gewoon af en toe een kaartje trekken. En je zal zien, dat doet echt wonderen. In de zin van, ja, je gaat nog meer met elkaar verbinden. Dat is superleuk. Zo, ik lig even in bed. Ik ben net op pad geweest met Loekie. Een beetje door de buurt gewandeld. En we gingen even een pannenkoek ergens eten. En nu ligt Luca heerlijk in zijn eigen bedje. En ik ook. En ik ga echt even lekker slapen. Ik ga wel een wekker zetten, want... De jongens waren vanochtend zo vroeg wakker, 5:15. En dat kwam denk ik omdat ze gistermiddag echt 2,5 uur hebben geslapen. Dus ik wil nu echt gewoon dat, dat Luca 1,5 uur slaapt en dan maak ik hem even wakker. Zodat hij hopelijk niet morgenochtend terrorvroeg wakker wordt. Dus ja, ik ga... het is hier best wel licht in de kamer. Dus ik ga lekker met een doek op mijn ogen slapen. En nou, ik denk dat ik echt meteen in slaap val. Heerlijk appeltje gegeten. Nu tijd voor een cookie. We hebben allebei zo lekker geslapen. Oh, ik had het zo nodig. Wil je alles in het bakje doen of wil je uit het zakje eten? Ja, die ook nog. Nee! Oh. Er moet erin blijven. Oh, oké. Je wil uit het zakje eten? Ja. Oké. Zo? Ja. Okay. Heerlijk. Hey, is dat een mug of een vlieg? Nee, dat was een vliegje. Nou, het meetlint is ook kapot. Want hier ligt dat ding. Jeetje, jongens. Papa wacht op jullie, hè? Nou ja. We hebben een heel groot pakket gekregen van... Ik weet het niet. Babyhuis. Teuntjepluis. Nou... Kom je erbij zitten? Mogen jullie het openmaken? Pak er maar een. Maak maar open. Oké. Kijk eens, een vestje voor de baby. Wat schattig. Voor mij kan het niet open nu. Jawel, kijk eens. Kan het ook schuren? Ja. Tada! Wauw, wat is dat nou? Een hele mooie pyjama voor Wolf en Luca zit erbij. Luca, wat leuk. Heel lekker zacht. Met een broek erbij. Oh, dat is... Ja, even kijken. Dat is een trui voor Wolf en Luca. Nou, wat zijn we verwend. En kijk eens, een broekje met vogels voor de baby. Ah, ik kan het. Je kan het, ja. Wauw, wat is dit, Wolf? Een truitje. Oh, kijk eens, een lekker soort jasje. Dat is lekker zacht ook. Dit is een mooi pakje voor de baby. Erin. Oh ja, nee, laat dat maar even erin. Ah, dit is leuk. Ik heb ook nog een cadeautje van Noppie spinnen. Ik ben benieuwd. Oh, dat ziet er heel lief uit. Schattig groen kleurtje, die had ik ook nog niet. Sokjes, mutsje en een heel lief vestje. Oh nee, helemaal zo'n heerlijk pakje. Kijk nou even, wat lief dit. Oh, daar ben ik ook echt blij mee. Oké, het is 1000 jaar later. Kids zijn al lang naar bed. Het is vanavond. Ik moet heel even, even kijken. Het kraampakket. Ik heb het kraampakket binnengekregen. Oh, mijn eten. Dat maagzuur. Zo irritant. Even wat dingen van het kraampakket. Alvast, hoe noem je dat? Gewoon klaarleggen. Zoals kraamverband en zo. Dus laten we dat er even bij pakken. Let me check. Oké, hier heb ik het kraampakket. En ja. Joejoe. Die was ik even vergeten hoor. Hoe groot die zijn. Ja, maar I'm gonna need this. Ik weet nog vorige keer, toen heb ik ook zoveel bloed nog verloren de hele tijd. Waren dit echt mijn lifesavers. Alleen het voelt alsof je een soort luier om hebt. Fiet zei van, oh misschien ga ik wel een echte luier kopen. In plaats van deze dingen, dat dat chiller is. Ze had gezien op TikTok dat heel veel moeders die over de kraamtijd TikTokken. Dat die heel vaak gewoon luiers voor volwassenen aandeden. En dat vet chill was. Dus ja, misschien wel een tip. Ik weet het niet. Ja, ik ging vorige keer het eigenlijk best wel prima met deze. Wat zit er nog meer in? Dit is kraamverband. Oh, nog een kraamverband. Even kijken. Onderleggers voor in de auto, denk ik. En voor in bed. Oh ja, zo'n broekje. Nou, het wordt weer een gezellige boel hoor. Binnen nu en ja, het kan nog 2 weken duren. Maar dat lijkt me heel gek. Maar ja, you never know. Wat is dit nou? Een soort verband. Nou ja, ik ga even wat dingen klaarleggen. Dan heb ik dat ook weer van mijn lijstje. Kan ik dat afvinken. Helemaal top. Ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. En ja, ik zei het vorige keer al. Ik dacht dat dit de vorige keer mijn laatste vlog was. Nu denk ik echt dat dit mijn laatste vlog is. Voor even een tijdje. Ik kan me niet voorstellen dat ik volgende week weer een hele vlog heb. Dan moet het toch al gebeurd zijn. Maar ja, we gaan het meemaken. Dankjewel voor jullie support. Vorige vlog las ik al jullie comments en daar werd ik heel blij van. Iedereen die zo meeleeft, super lief. En ja, tot heel snel. Mwah.